Op de slotdag van de reguliere competitie laat oud-EVL Leuven punten liggen bij Genk. Welkom bij Lotte Super League Rewind. In het kader van de campagne Inclusie en Diversiteit liep de G-ploeg van Racing Genk mee op voor de match tegen leider OH Leuven van hun laatste wedstrijd in de reguliere competitie. De eerste kans van de wedstrijd is voor de bezoekers uit Leuven. Het schot van Eurlings wordt makkelijk gepakt door Van Zijst. Aan de overkant probeert Wieloks met een schotje waar OHL goalie Evraar geen problemen mee kent. In een evenwichtige eerste helft heeft Genk iets meer balbezit. Als Van Zijst wordt aangespeeld en Evraar tussenkomt, claimt de thuisploeg een strafschop, maar de Nederlandse ref wijft het protest weg. Ook OHL steekt de neus nog eens aan het venster, maar de poging van Ampoorter gaat uiteindelijk over. Er wordt gerust bij 0-0. Na de pauze heeft OHL meer balbezit, maar het is de thuisploeg die de eerste kans krijgt. Petri is er dichtbij, maar ziet haar poging gestuit door een mooie redding van Evraar. Even later dribbelt Wielok zich vrij en speelt in de loop van Van Zijst. Evraar komt weer gepast tussen. Ook de ingevallen Voets krijgt een kans, maar haar poging belandt in het zijnet. Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is. We hebben allebei een paar balletjes gehad die we konden oprapen. Ik denk iets meer. En we hebben allebei ook één redding moeten doen. Eigenlijk een beetje hetzelfde. Kopbal, lange hoek, uiterst strekken en eruit slaan. Vlak voor het einde moet Van Zijst nog eens plat op een poging van Mertens, maar het blijft 0-0. Ook bij OHL hebben ze last van aankomende play-off 1 stress. Ik denk dat het een beetje een moeilijke wedstrijd was. Genk was een heel stug blok die het ons heel moeilijk maakte. Dat ze vooral het positie en het blok dat altijd goed kantelde. Dus dat we het wel een beetje moeilijk hadden om erdoor te kunnen spelen eigenlijk. We hebben een paar kansen kunnen creëren. Zij hebben een paar kansen kunnen creëren. Vandaar dat het misschien een beetje een saaie wedstrijd was voor de toeschouwers. Maar voor ons is het weer een leerrijke wedstrijd, zeker naar de play-offs toe. Binnenkort spelen we terug tegen Genk, dus moeten we wel meenemen dit soort wedstrijden. Ik denk dat overal dat zij wel wat meer balbezit hadden, maar wij hebben vandaag echt wel een mentaliteit laten zien. Een beetje een alles-of-niets mentaliteit. Waarin wij, we waren veel aan het verdedigen, dat klopt. We hebben ook echt wel aanvallen gecreëerd. Net niet. Maar je ziet gewoon dat wij hier vandaag als team op het veld stonden. En ik denk dat punt eruit gesleept heeft. Gent trok op de laatste speeldag voor de play-offs naar Anderlecht dat iets recht te zetten had na de verrassende nederlaag op Woluwe vorige week. Toch zijn het de bezoekers die voor het eerste gevaar zorgen. Maximus wacht te lang en loopt zich vast op Odeurs. Gent is de gevaarlijkste ploeg in het openingskwartier. Van Dalen met de voorzet. De vrijstaande Maximus knalt op de lat. De rebound van Retzin gaat er ook niet in. Dit is een grote kans voor de Buffalo's. Anderlecht heeft niet veel in de pap te brokken, maar na 20 minuten spelen vindt het eindelijk wel een gaatje in de Gentse defensie. En het is meteen ook prijs. Wijnands brengt paars-wit voor. Anderlecht heeft na doelpunt wel het meeste balbezit, al vloeien daar niet echt veel kansen uit voort. Op hoekschop komt Jacobs er nog het dichtst bij. We gaan rusten met 1-0. Ook in de tweede helft kabbelt het spel wat, tot plots Bouabadi toch eens voorbij haar tegenstander geraakt. Ze bedient Thornton die de 2-0 binnenlegt. Anderlecht toont zich uiterst efficiënt, iets wat vorige week een probleem was. Ik denk dat we beide aspecten gespreid hebben over twee wedstrijden. Ik vond ons vorige week zeker en vast niet slecht voetballen, maar daar hebben we 20 kansen de nek om gevrongen. Ik vond ons vandaag totaal niet goed voetballen, maar zijn we wel veel efficiënter geweest met onze opportuniteiten. Gent heeft na de pauze nog niet veel laten zien. Het moet zich beperken tot counteren. Met nog 20 minuten op de klok combineert het wel een mooie aanval bij elkaar en brengt invalster Van den Heuvel terug wat spanning in de wedstrijd met de aansluitingstreffer. De goal brengt het geloof terug bij de Buffalo's. Maximus haakt goed af, maar ze kan de kans niet verzilveren, want Odeurs die staat pal. Nu is Anderlecht de ploeg die op de counter kan speculeren. Wijnands en Jacobs spelen het mooi uit, maar Wijnands geraakt niet voorbij Maas en ook niet voorbij Elien, die op de lijn kan keren. Gent komt niet meer tot doelkansen en dus wint Anderlecht met 2-1 na een vermakelijk slot van de wedstrijd.
De eerste 20 minuten waren heel slecht van ons. Wij komen daar 2 keer goed weg. En dat is weer een wake-up call voor ons, dat ons dan wel naar de goal leidt. Maar ja, dat zijn dingen die niet mogen gebeuren. En ja, elke match is moeilijk nu. Hè. Het gaan alleen maar finales zijn. Dat moeten we beseffen. Ik denk dat we heel weinig hebben weggegeven vandaag, dat we goed in blok stonden. De eerste helft was misschien voetballend meer voor ons, stonden we meer op hun helft geparkeerd. De tweede helft zijn wij iets minder begonnen, waren zij ietsje meer op onze helft. Gevaarlijk niet echt, want ik denk als we de volledige wedstrijd bekijken, dat de gevaarlijkste kansen langs onze kant kwamen. Davinia van Mechelen wat keuvelend met coach Moerman. Ze krijgt net als Jody van Geluwe wat rust. De halve finale in de beker komend weekend is voor Club Waalé net wat belangrijker dan het treffen met Charleroi. We gaan niet spelen voor een titel, dat is wel duidelijk. Zelfs al winnen we alles, zitten we daar met een toch wel heel grote kloof tussen 1 en 2 en dan 3, 4 en 5 die toch wel aan elkaar gewaagd zijn. Ja, en uiteraard is het gewoon altijd een ambitie om zo goed mogelijk te doen. Dus we gaan ons zeker niet neerleggen bij het feit dat we dan voor plaats 5 gaan spelen. Zeker niet, we gaan er alles in om elke wedstrijd te winnen. Maar we staan op 2 wedstrijden van de prijs. En in de evolutie van de club zou dat wel een mooie bekroning zijn dat we op dat vlak ook opnieuw een stap kunnen zetten. Bovendien zou de verplaatsing naar het Zwarte Land geen probleem mogen zijn voor Club Waalé. De bezoekers nemen dan ook meteen het initiatief. Verdonk krijgt tijd op de flank, zoekt met een goede voorzet het hoofd van Ario. Maar de bal belandt op de kruising. Een vroege waarschuwing voor de thuisploeg. De Zebrettes komen maar weinig in het stuk voor. Club zet hoog druk met onder meer Boutjebi, balletje achteruit en Matavkova met de uithaal, de save van Delvaux. Ondanks het Brugse overwicht staat het na een half uur nog steeds 0-0, maar de aanvallen blijven wel komen en Charleroi krijgt de bal niet goed weg. Nog eens een voorzet en Guns op de paal. Boutjebi is goed gevolgd. Ze duwt de 0-1 binnen. Grote vreugde, want zij viert haar 19e verjaardag. Het is haar 2e goal in de competitie. Het is natuurlijk leuk als ik scoor op mijn verjaardag, maar het belangrijkste is dat we die 3 puntjes binnen hebben. Het was een moeilijke wedstrijd, maar ik ben blij dat we gewonnen hebben. Boutjebi verklapt het al. Haar goal levert Club Waalé de 3 punten op, want ondanks het grote overwicht kunnen de bezoekers niet meer scoren. Al had dat misschien wel gemoeten nog voor de rust met een schot van Abrahamson dat naast gaat. En ook na de pauze blijven de beste kansen voor Blauw-Zwart. Martlee, die in een goede periode zit, haalt uit. De bal gaat een flink eind naast. Charleroi houdt de schade beperkt tegen een sterkere tegenstander, maar brengt aanvallend te weinig. Een schot uit de tweede lijn in de handen van Schamp is de beste kans voor de thuisploeg in 90 minuten. Rond het uur is er nog de bedrijvige Verdonk die de bal goed meegeeft aan Ouzraoui. Krijgen we een voorzet of een schot? Gevaarlijk is het al sinds wel. De lat zorgt ervoor dat het bij 0-1 blijft voor Club. De organisatie van Charleroi was weer best oké. En daar put de coach vertrouwen uit voor play-off 2. C'est plus important, oui, parce que je pense que ça va être des équipes de notre dimension dans lesquelles il va falloir prester. Moi, je pense que les play-off 2, c'est une préparation pour nous pour la saison prochaine, afin de maintenant montrer nos vraies qualités face à des équipes de notre niveau. White Star Woluwe kon vorige week stunten tegen Anderlecht, terwijl Mechelen een off-day kende op Standaar. Op de slotdag van de reguliere competitie treffen beide ploegen elkaar in het AFAS-stadion, maar tot veel spektakel leidt dat in eerste instantie niet. We zijn al een half uur ver als Bakarne een eerste keer echt alert moet reageren. Ook bij Mechelen moeten ze sneller de diepte zoeken. Piren bedient Rakelboom. Die schiet net naast. We gaan rusten met een logische 0-0 na een magere eerste helft. Woluwe komt scherp uit de kleedkamer. De eerste bal van Wiaar schudt de thuisploeg meteen wakker. Ook Mechelen is gretiger. Hellings op een hoekschop bijna met een hakje. Vrije trap Mechelen dan. Via Rillaerts. Invalster Boudewijns past terug uit blessure. Kop de bal tegen de touwen. KV op voorsprong en dat mag gevierd worden. De Moustier heeft 3 verse krachten ingesmeten en dat resulteert in meer druk van de bezoekers. De vrije trap wordt ontzet. Niet veel later gaat Wiaar in duel met Bakarne. Bakarne claimt de eerste fout, maar ze trekt Wiaar ook onderuit. Strafschop tegen en rode kaart. Een zware dubbele straf voor KV Mechelen. Taika de Koker trapt, Woluwe komt langszij. Amper 5 minuten later, subliem balletje van Michiels op de ervaren Wiaar en zij twijfelt niet. 2-1, Woluwe gevleid, maar efficiënt op voorsprong.
KV blijft strijden voor een punt. Mooie streep Rillaerts, Willekes red. Zo pakt Woluwe op een diefje de 3 punten, onder meer dankzij de koelbloedigheid van aanvoerster De Koker. Ik denk inderdaad dat we wel kunnen stellen dat het niet onze beste match geweest is van het seizoen tot dusver. Maar ik denk dat we voor één keer een beetje de chance aan onze kant hebben. En we willen 3 belangrijke punten voor die play-off 2 eigenlijk mee naar huis pakken. De vermoeidheid van Anderlecht dat er misschien nog wat in zat, want ja, natuurlijk dat is voor ons een heel zware match geweest. Maar ik denk inderdaad in de tweede helft tonen we wel dat we echt op karakter, mits een beetje chance, maar dat we op karakter er toch 3 punten hebben kunnen uitslepen. Een strijdvaardig Mechelen pakt er alweer naast. Ik denk dat het woord dat vandaag een beetje overheerst is teleurstelling. We zijn enorm teleurgesteld, omdat we ook het gevoel hadden dat we de wedstrijd in handen hadden tot de 70ste minuut. En dat we dan ja, die penalty een beetje weggeven. Misschien gebrek aan ervaring, misschien net onoplettendheid. Al bij al hebben we het dan toch nog geprobeerd, hebben we kansen gecreëerd, hebben we ervoor geknokt. Hebben we ook gezegd van kijk jongens, we lopen hier allemaal voor 2. En we hadden ook nog een deel van de wedstrijd in handen, maar ja, dan weet je dat het moeilijk wordt om kansen te scoren en om je goal te verdedigen. Eendracht Aalst wil de Charleroi en KV Mechelen voor laatste in de stand in zicht houden. Tegenstander Zulte Waregem wilde zijn leidersplaats richting play-off 2 dan weer kracht bijzetten. De wedstrijd is nog geen 5 minuten aan de gang en Van den Houwe ziet haar schot na flink wat geharrewar tegen de lat gaan. Aalst met de eerste dreiging. De thuisploeg is gretig gestart tot het afstandsschot van Lefere brengt Zulte Waregem weinig gevaar. Kort daarna lost Engelen de bal. Niemand is alert genoeg om te volgen. Aalst komt met de schrik vrij. Iets voorbij het half uur komt de thuisploeg nog eens piepen. De Freire met de kans op het openingsdoelpunt. De voorzet op maat is van Sunes en die mocht er ook wel zijn. Aan de overkant trapt de Wilde met wat geluk binnen. En Belazar heeft even later de dubbele voorsprong aan de voet, maar ze knalt onbegrijpelijk over. We gaan rusten met 0-1 op het bord. Na de pauze verkijkt Engelen zich compleet op een diepe bal. Belazar ziet haar poging in de gapende doelmond van de lijn gekeerd. De thuisploeg creëert geen grote kansen. Sunes kan zich doorzetten, haar poging vanuit een te scherpe hoek is te vergeefs. Iets voor het uur heeft Pre de 0-2 aan de voet. Lefere legt de bal panklaar. Pre duwt hoog over. De Wilde heeft wel zin om nog eens op het scorebord te komen. Haar bal strandt op de paal. En in de herneming voorkomt Engelen erger voor haar team op het schot van de Nabelen. Een gekraakte poging van Adewusi levert ook al niks op. SCV pakt de 3 punten, al had Aalst minstens een gelijkspel verdiend. Ik ben fier op mijn team. Wat ze gebracht hebben, voetballen hebben we kansen gekregen. Ze hebben inzet getoond, ze hebben hun kop voor elke bal voorgelegd. En je ziet, ja, we groeien week per week. En dit was een van onze beste wedstrijden dat we tot team gespeeld hebben. Spijtig, ja, een stomme fout van achter en we krijgen een doelpunt tegen. Aalst is eigenlijk wel ja, echt een stugge ploeg, moet echt wel hem van het duel. Dus ik denk dat onze job vooral was om uit het duel te spelen en echt te proberen voetballen. Maar op dat veld is dat niet altijd gemakkelijk. Ik denk dat het in het begin wat moeilijk was, maar ik denk dat we daarna wel goed uitkomen met een aantal halve kansen. En ja, die corner, tweede zone, lag echt wel open. Dus ja, ik denk dat die goal niet echt uit de lucht valt, omdat die ruimte daar echt wel lag. Zuinige zegens voor club en Zulte Waregem. Anderlecht en White Star Woluwe winnen. En Genk snoept 2 punten af van Oud-Heverlee Leuven. In het klassement komt Anderlecht terug tot op 2 punten. In de play-offs is dat dus nog 1 punt. Standaard pakt plaats 3 en Genk zakt naar plaats 5. White Star blijft het goed doen en wil allicht nog een rol spelen voor de winst in play-off 2. Aalst blijft rode lantaren. Binnen 2 weken beginnen we aan de play-offs en zijn we live in Genk dat het opnieuw tegen Oud-Heverlee Leuven mag opnemen. Anderlecht ontvangt club en Standaard trekt naar Gent. Tot dan!